Wat eng! Mami! Ashley had een nachtmerrie. En de wifi is ook verdwenen. Wat een slechte dag. Wat moet ze doen? Er zijn veel interessante opties. Waar komen deze enge geesten vandaan? En wiens voetafdrukken zijn dit? Detective Ashley begon haar onderzoek. Iemand wist waar ze heen moest. Wauw, wat een zolder. Oeh, griezelig. Het is hier zo ruim. Wauw, wow, wat gaaf. Oh, en nog één. Wat gebeurt er? Laat me eruit. Doe de deur open, alsjeblieft. Het ziet er nou uit dat Ashley op het punt staat om iemand nieuw te ontmoeten. Maar er is hier niemand. Oeps, het arme meisje is haar favoriete hanger kwijt. Oh nou ja, ze kan het wel aan. Er zijn zoveel spinnenwebben hier. Ashley moet ze weghalen. Niemand heeft hier een tijdje schoongemaakt. Wat verschrikkelijk. Dat is niet erg. Binnenkort is de zolder blinkend schoon. Nou, Ashley heeft een lampenkap nodig. En waar kan ze die vinden? Ashley blijft zoeken naar het juiste ding voor de lamp. Oh, gevonden! Mooi. De tijd gaat verder en het schoonmaken gaat door. Ashley is aan het opruimen. Nou, wat hebben we hier? Heel raar. Deze ziel is zo vervelend. Ashley heeft besloten om er tegen te praten. Maar hoe? Misschien kan ze seance doen. Ashley heeft een cool Ouija-bord gemaakt. Wat licht is een goed idee. Ze kan beginnen. Ben je hier? Wauw, de ziel antwoordt. Schrijf het op, snel. Mijn naam is Ross. Draai je om. En hier is hij. Rustig, wees niet bang. Ik heb je hanger gevonden. Wat een draai. De goede ziel zag Ashley. Ze is zo dankbaar. Ik heb aan alles gedacht. We krijgen de mooiste zolder. Ik ben zo terug. Oh, Ross, vang het. Wat is die doosaanval? Het arme ding moet lijden. Hé, waarom lig je daar? Ik ben oké. Wat gaan we maken? Als je karton hebt dat je niet nodig hebt, kun je er leuke dingen van maken. Papieren ontwerpen zijn trendy. Ashley is met haar niet-machine bezig.
Ongelooflijk! Een kartonnen bank is klaar. Afdekken met een deken en voilà! Het is tijd om plezier te maken. Zullen we naar de VHS-speler kijken? Ash heeft een beter idee. Ze besloot om het spookachtig te spelen. Oh nee! Niet dit! Oké, Ross, relax. Wat dacht je van een film over Mommy Longlegs? Wacht even, is Ashley van plan? Dat is juist. Er zijn verschillende dingen die je kan doen met VHS-tapes. We kunnen er planken van maken. Ik doe mee! Deze twee ontwerpers zijn zo creatief. Het is echt mooi. Gewoon een minuutje. We hebben leuke dingen nodig. Wat dacht je van een bedankje, mislukking? Wauw, perfect! Wauw, kijk naar deze frames. Maar ze mogen niet leeg zijn. Spook weet wat hij moet doen. Dat is wat we nodig hebben. Ashley wil een fotoshoot en dan een tentoonstelling houden. Lachen, Ashley. Hey, waar ben ik? Ik sta op geen enkele foto. De geest heeft niet eens een spiegelbeeld. En wat doen we nu? Ash zal het proberen op te lossen. What? Eerst foto's ophangen, dan Ross toevoegen. Geweldig. Mooi fotostelletje. Ashley is zo mooi. En wat als ze op de geest tekent? Het lijkt erop dat hij tegen make-up-experimenten is. Oh, voorzichtig. Zijn jullie twee klaar? Alle breekbare dingen zaten in deze doos. Maar nu zijn er alleen nog maar stukjes van over. Er is zoveel gebroken glas. Niet huilen. Ik verzin wel iets. Nu gaan we decor maken. Serieus? Van gebroken stukken? Breng wat gips aan op de basis. Wat is het volgende? Voeg glas toe. Gotcha! Geweldige true mozaïek. Wauw! Het gaat de beste versiering voor de muur worden. Goed gedaan, Ross. De kamer is echt comfortabel geworden. Maar het is nog steeds niet af. De jongens blijven werken aan het interieur. Oh, het is een gevaarlijk oud boek. Het is beter om er niet mee te spelen. Wow. Oh, sorry. Het was niet mijn bedoeling om het te doen. Ouch! Voorzichtig! Ze zijn eindelijk geslaagd om de strips te krijgen. En nu een romantisch moment. Maar Ash heeft het niet gemerkt. Ze is te geïnteresseerd in de foto's. Ross heeft besloten dat Ashley zo'n vriendin niet nodig heeft.
Ze moet ermee stoppen. Dag, schoonheid. Oh nee, is hij voor altijd verdwenen? Alleen foto's herinneren Ashley aan hem. Hoe triest. Alles is zo eenzaam zonder een geest. Gasten? Ze kwamen op het verkeerde moment. Ongelooflijk. Het is Ross. Maar weet dat hij geen geest is. Hij is een verliefdheid. De zaakjes. Het is voor jou. Zullen we knuffelen? Zo veranderde een ongewone vriendschap in echte liefde.